Goeiedag, mijn naam is Lucas de Rijke en ik heb de afgelopen jaren veel gewandeld. Door het Zwarte Woud, Noord-Italië, de Vogezen, de Sloveense oerbossen, de Ardennen en vooral in Brussel. Want op een kilometer van mijn appartement bevindt zich natuurgebied Het Moeraske. Een stuk groen van 14 hectare dat begrensd wordt door treinsporen, een hondenschool en kantoorgebouwen van Proximus. Het is dit soort van natuur, vol compromissen, die mij geïnspireerd heeft om Wild te maken. Wild is het magisch-realistische verhaal van Anna, een juf die tijdens een schoolreis naar buiten wordt getrokken. Haar lichaam zet het op een lopen. Ze kruipt onder een gat in de omheining, sluipt door een achtertuin en verdwijnt in de bossen. Wanneer Anna 's morgens niet meer terugkomt en de leerlingen alleen achterblijven, wordt de politie ingelicht. Maar die lijkt zich weinig zorgen te maken. De meesten komen binnen de 24 uur terug, zeggen ze. Wat volgt is de roadtrip van een jonge moeder op zoek naar haar plek in de natuur. Een voorstelling die spannend begint met een verdwijning, maar halverwege een lichtere toon aanneemt wanneer Anna meereist met een groep capybaras, het grootste knaagdier ter wereld, een soort van reuzenhamster. Wild gaat over de onmogelijkheid om te verdwalen en de moeilijkheid om het mens zijn aan de kant te schuiven. Een voorstelling geïnspireerd door 14 hectare natuurgebied naast de kantoorgebouwen van Proximus. Een erg relevante voorstelling met op scène acteur Matthias van de Brul en actrice Alice Meusen. En, heel belangrijk, fantastische muziek van componist Frederik Nijrink, uitgevoerd door I. Solisti. We gaan op 20 februari in première in Seamine en spelen daarna op 24 maart in de Kriekelaar in Schaarbeek. Hopelijk tot dan. Dag.